Hier zijn ze dan, die ontzettend lekkere witlof. Je kunt ze echt het hele jaar door eten en ik vind ze ook heel goed te combineren bij heel veel gerechten. Ik ga er vandaag iets heel lekkers van maken. Ik ga ze glaceren. Daarvoor heb ik nodig een charlotje, olijfolie, wat honing en tijm. Ik snijd het kontje even af. Die is wel hard en bitter. Hetzelfde geldt voor de buitenste bladeren. Die zijn soms een beetje beschadigd. Doe ik hem door de midden. Dan neem ik een charlotje. Scheutje olijfolie. Nu doe ik de charlotjes erin. En laat ik even heel rustig een beetje glazig worden. Charlotjes zijn glazig. Nu mag de witlof erin. En dit mag zeker op een laag vuurtje wel even 5 minuten aan elke kant smoren. Kijk,